Gerard Cox en Joke Bruijs hebben samen al in ontelbare toneelstukken, televisieseries en zelfs films aan elkaar zijde gestaan. Zeg je Gerard Cox, zeg je Joke Bruijs? Gerard en Joke zijn als pinda en kaas. Ze kunnen alles over elkaar zeggen, ze kunnen elkaar afzeiken, ze hoeven niks meer te redden en ze houden toch van elkaar. Dat is het, wij moeten gewoon een keertje met elkaar naar bed. Ja, en dan uit elkaar. Gaat het een beetje suikerbuikje van me? Kom geen geluid uit hoor, je moet de dingen laten nakijken. Ja, dat kost veel te duur bij die oude kringen, dan koop je goedkoper een nieuwe. Gerard en Joke hebben inmiddels fans door 3 generaties heen. Zij zijn zo zeg maar, aan elkaar gewaagd, zij vullen elkaar zo goed aan. Dat is echt een onlosmakelijk duo. Oh, onze kwaliteit. Dat we gewoon zijn wie we zijn en dat we kunnen werken op het toneel. En dat we de mensen kunnen entertainen. Dat weet je niet precies hoe je dat doet, maar dat doen we, toch? Ja. Dat laten ze wel zien in Toen was geluk nog heel gewoon. Een van de meest succesvolle series ooit. Dus computers zijn slimmer als mensen. Nee, maar ze denken niet. En de mens wel. En daardoor krijg je fouten. Ja, menselijke fouten. Dat Joke inmiddels 62 is en Gerard de respectabele leeftijd van 75 heeft bereikt, zegt helemaal niets. De mensen vinden het dus leuk om naar ons toe te komen. En dat geeft zoveel voldoening, want dat is ons werk. En als je naar achter de geraniums gaat zitten, dan gaan de geraniums dood. Ja. En wij ook. De Oasebar staat in Rotterdam en dat ligt bij sommige gasten uit Amsterdam toch wat gevoelig. Gaat Johnny Krijkamp hier getolereerd worden? Ik ben bang van niet. Dit wordt mijn eerste buitenlandse tournee. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, jij komt uit het Openluchtmuseum. Hier wonen we gewoon in de echte stad. De Oasebar toert vanaf het voorjaar 2016 door heel het land.